Wat? VMBO-T? Filipijn? Dat kan niet. Ja hoor. Maar wat nu? Gewoon een leuke VMBO uitzoeken. Er zijn er genoeg. Maar ze leven in de knop gebroken. Hoezo? 60% gaat naar VMBO. Alleen kinderen met een laag IQ. Met een gewoon gemiddeld IQ. Filip is een hele gewone gemiddelde leerling. Niks mis mee. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Prima, maar wel met mij, want ik ga met pensioen.